Volgende week doet je dochter Maaike mee aan de Olympische Triathlon in Londen. Kun je beschrijven hoe dit voelt als vader? Nou, heel trots. Blij dat ze beloond wordt voor het harde werken wat ze jaren aan het doen is. En specifiek de laatste 2 jaar. Waar ze toch een totaal 11 maanden in het buitenland heeft gezeten voor te trainen. Dus het is een mooie prestatie voor het werken. Altijd al verwacht dat Maaike of eigenlijk ook je andere dochter, want die sporten ook vrij hoog, op zulk hoog niveau zou kunnen halen en op de Olympische Spelen zou kunnen staan? Nou, je begint daar niet mee met die gedachte. Het is natuurlijk altijd wel een mooie droom als sporter om te eindigen in de Olympische Spelen. Maar je begint altijd met gewoon het normale sporten dat je leuk vindt en zo groeien in een traject. En uiteindelijk komt dat doel wat dichterbij en hoe dichterbij het komt, hoe meer je het wil pakken, en dat is nu dus gebeurd. Dus. Heb je zelf nog een rol in het ondersteunen van Maaike, of hoe kun je die rol beschrijven? Wat doe je zelf nog? Ik ondersteun haar door te zorgen dat ze de materialen heeft die ze nodig heeft. Ik probeer haar een beetje de zakelijke kant van het sporten, dus haar contacten met sponsors en het financiële probeer ik voor haar te behartigen. En daarnaast ben ik ook nog wel eens waterzakdrager als we naar wedstrijden gaan. Dus dat vind ik wel leuk, want zo was dat vroeger ook. Je hebt een fanclub opgericht. Hoe is dit idee ontstaan? Nou, heel spontaan. Dat mensen die ook naar Londen gingen ook zoiets hadden van hey, we moeten iets samen doen. En toen hebben we samen met Anouk, dus de zus van Maaike, geregeld dat er t-shirts gemaakt werden voor de mensen die, waarvan ik toen wist dat ze naar Londen gingen. En die hebben dus, als het goed is, allemaal naar Londen zo'n t-shirt aan. Dus de fans zijn herkenbaar. Dat is inderdaad mijn volgende vraag. Je hebt de shirts ontworpen. Kun je die laten zien of nog iets meer over vertellen? Dit is het shirt. En daar hebben we gebruik mogen maken van het logo van de Stadstriathlon in Weert. En daar hebben we de naam Stadstriathlon vervangen door Maaike Kalers Olympische Spelen Londen 2012. Ja, dat kwam heel mooi uit. Dus, en dat was eigenlijk vrij snel geregeld met dank aan de mensen van de Stadstriathlon en aan World Present die dat goed verzorgd hebben voor ons. Wanneer vertrekken jullie richting Londen met z'n allen en wat is daar jullie planning? Wij zelf gaan woensdag met de auto en de boot. De grootste groep die vertrekt vrijdag met de trein. Die zullen we vrijdag allemaal ontmoeten in Londen. Waarschijnlijk het Holland Heinekenhuis. En dan zaterdag dan zullen we gesplitst een deel op de tribune en een deel langs het parcours staan. En dan na afloop zullen we elkaar weer ontmoeten in Londen zelf en in het Holland Heinekenhuis. Dus we zullen elkaar behoorlijk veel treffen.